Een 4 kilometer lange optocht van oude legervoertuigen trekt deze dagen dwars door Drenthe. Daarmee herdenken we dat het 70 jaar geleden is dat de provincie werd bevrijd. En die nieuwe bevrijding die begon vanochtend in Zuidwolde. Gefeliciteerd, hè? U bent bevrijd. Ja, ik zie het. Hoe voelt dat? Ja, mooi of niet dan? Ja, heel mooi. Heel bijzonder. Lijkt het een beetje op 70 jaar geleden? Nou, ik zeg net tegen mijn man, het is... Maar dat was maar een paar jeeps en dan was het gebeurd. Klein dorpje, maar dit is gewoon natuurlijk geweldig, hè? Hoe voelt dat? Lekker. Maar ze moeten we weer doen. De oorlog is hier voorbij, eigenlijk. Maar denk je daar dan ook over na? Soms wel, soms niet. Of is het meer mooie auto's kijken? Nee. Ja, wel een beetje. Wel een beetje, ja. Van allebei een beetje? Ja. 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 Ja, de legerkolonne die is inmiddels aangekomen in Westerbork en heeft daar een bivak voor het weekend opgebouwd. Verslaggever Joris Barske die is daarbij. Joris, goedenavond. Ja, voelt het ook een beetje alsof je 70 jaar terug in de tijd bent? Ja, zo voelt het eigenlijk wel. Als je de bezoekers een beetje wegdenkt en je kijkt naar de voertuigen en de verklede soldaten, dan is het net april 1945. Toch is het niet helemaal hetzelfde, want zondag dan vertrekken ze alweer om de rest van de provincie te bevrijden. En 70 jaar geleden duurde dat een stuk langer. 5 april 1945. De geallieerden steken de grens over van het bevrijde Overijssel naar Drenthe. Canadese tanks komen bij de vernielde Bentheimerbrug in Coevorden tot stilstand, maar niet voor lang. In de vroege ochtend van vrijdag 6 april is Coevorden vrij. 700 Franse parachutisten worden achter de Duitse linie gedropt om verwarring te veroorzaken, maar die verwarring ontstaat vooral bij de Fransen zelf. Ze landen verspreid en kunnen elkaar moeilijk terugvinden. De missie mislukt. Het is inmiddels 9 april. Poolse en Belgische troepen verjagen de Duitsers uit Dalen en trekken verder. Een dag later zien Hogeveen en Emmen de bezetters vertrekken. Ondertussen rukken de Canadezen vrijwel moeiteloos op in het westen van de provincie. Van Dieverbrug via Fledder naar Frederiksoord en Wilhelminaoord. En dan is het eind in zicht. De Duitsers krijgen het steeds benauwder. Bijlen wordt heroverd. Op donderdag 12 april bevrijden de Canadezen kamp Westerbork. In de daaropvolgende nacht wordt uren gevochten om Assen. De Duitsers trekken zich terug richting Groningen. Ook in Meppel en Zuid-Laren worden de Canadese bevrijders met luid gejuich onthaald. Op die dag, vrijdag 13 april 1945, ontvangt koningin Wilhelmina een telegram van haar commissaris. Drenthe is vrij. Ja, het was dus een bevrijding met allerlei obstakels en in de hele provincie is dat ook op verschillende plekken herdacht. Bijvoorbeeld in Spier, daar ben ik eerder vandaag geweest en daar was behalve een herdenking ook een bijzondere ontmoeting tussen twee oude personen. Jantje ten Buur en Maurice Lenoury ontmoeten elkaar vandaag voor het eerst sinds 70 jaar. Tijdens de bevrijding zagen ze elkaar twee keer kort. Jantje was toen 14 en dochter van de cafébaas in Spier. Maurice was een 20-jarige Franse parachutist. Hij was achter de linies gedropt en kwam in het dorp op zoek naar informatie. En j'ai frappé à la petite porte, la deuxième petite porte que je voyais, et une dame m'a ouvert. Dat was de moeder van Jantje. Jantje was de enige thuis die een beetje Engels sprak en Maurice kon helpen. Mijn moeder die kwam maar binnen in de woonkeuken. En toen heb ze koffie gedronken. En toen kwam er een Duitse soldaat met een auto vanaf Wijster. En die stopte bij ons bij huis. En die liep zomaar binnen door bij ons en die liep hun tegemoet. Ja, en toen zagen ze wel dat er geen Duitsers waren. En toen was het raak. Bij het gevecht kwamen twee Franse para's om het leven. Die zijn vandaag herdacht. Jantje denkt nog regelmatig terug aan die dag. Maar de volgende morgen, dan meneer die pakte zijn helm, lag op de grond. Stak ik de hand nog op. Nou, dat was het laatste.
Ondanks de korte ontmoetingen is het weerzien belangrijk voor de twee bejaarden. Jantje heeft zelfs een bijzonder cadeautje voor Maurice. Oude foto's. Dit ben ik zelf. Dat ben ik. Dat is het element. De twee hebben elkaar helemaal gevonden. Heel goed. Prima. Aujourd'hui, je me sens affaibli par l'émotion. Nou, en RTV Drenthe staat dit hele weekend in het teken van 70 jaar bevrijding. Dat doen we eerst hier in Westerbork. En zondag dan zijn we vanaf het kamp Westerbork. Ja, alles is dus helemaal te volgen bij RTV Drenthe. Dankjewel, Joel.